Ik ga die maar in het wakker, staat iemand aan de deur te trekken. Duwen, jongens! Oh. Een nieuwe vlog en we zijn in Kroatië. We zijn hier al een paar dagen en het was allemaal een erg mooi begin van Kroatië. Jongen, maar ook super mooie dingen gaan we zien hier. Dus ik hoop dat jullie gaan genieten van deze vlog. We zijn aangekomen op de camping in Kroatië. Het is ergens net over de grens. Vera en de kinderen waren een beetje misselijk geworden op de weg hier naartoe. Het was ook een heel gehobbel, aardig verrotte wegen en een heel geslinger. Toch wel aardig tussen de bergen. Dus die waren het zat. Dus vandaar dat we zeiden, joh, we pakken de eerste beste camping die we tegenkomen. En daar gaan we vannacht staan. Het is op zich een prima plek. Lekker rustig. En de jongens zijn even aan het voetballen. Dus dan gaan we zien wat de avond brengt. Goeienacht, het is 4 uur in de nacht. Vera die maakt mij net wakker met er staat iemand aan de deur te trekken. Of de boel wel goed op slot zit. Zei, nou, zal iets meevallen. Dus ik ben gaan kijken, maar ik zie helemaal niks. Wat vind je er zelf van, Vera, van dit verhaal? Nou, ik hoor het echt. Ik denk gewoon dat je aan het dromen bent. Maar ik hoop het. Ik hoor het echt wat. Maar hiernaast hebben ze een camper met hondjes, dus... Normaal gesproken zou je denken die gaan blaffen, dat heb ik niet gehoord. Maar ik hoorde voor mijn gevoel echt voetstappen zo over het grind. En toen iemand die voelde, trok aan de deur eigenlijk. Nee, ik denk niet dat iemand midden in de nacht hier aan die camper gaat zitten trekken. En anders dan zijn we voorbereid. Dus dan pakken we ze al aan hoor. Mijn neus is niet bang. Ik zeg niet dat ik bang ben, maar leuk is anders met 3 kinderen. In een land. Maar ja, we kunnen vechten, dat wel, maar dan nog. Jongen, ik denk nou even een lekker nachtje doorslapen. Dan zit ik weer met zo'n bange toch? Ik kan beter gewoon weer gaan slapen, want er is echt niemand. En wat willen ze hier doen? Spullen pakken? Nou, of springen uit bed en dan pakken we ze aan. Ja, best. Ja. Ik kan nog even 2 tellen wakker blijven. Ik heb net even buiten gekeken, maar ik zie niemand. Dus ik denk dat het wel meevalt. Ja, ik hoop het. We gaan het zien. En anders als jullie in de krant lezen van... Nederlandse man zit vast, want daar hebben een paar van die Kroaten aangepakt. Dan was ik dat. Nee. Het is inmiddels een uur later. Het is stilletjes. Ik denk dat er niks aan de hand is en ik ga weer lekker slapen. Laat wel een lampje aan. En ik haal de kleren aan, dat mocht er in één keer iemand aan die deur staan. Zijn we gelijk paraat, maar... Ja, ik ben blij dat het rustig is hoor. Er is niks geweest, joh. We kunnen in ieder geval beter even een paar uurtjes gaan slapen nog. Dan zijn we morgen tenminste fit. Ja. En dan ligt nog lekker in Dromeland, die ligt tussen ons in. Vannacht. En aan de andere kant, de jongens. Net even gecheckt, maar. Ik lig ook lekker in Dromeland. Dus we gaan even een poosje slapen nog. Tenminste. Proberen. Ik. Ja. Jij slaapt zo. Ik slaap zo weer. Ja. Nou, wel trusten. Trusten. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En iedereen zit lekker fris en fruitig. Aan het ontbijt. Het viel dus allemaal wel mee vannacht. Ik denk dat er niks was. Vera denkt dat er toch iemand aan die deur stond te trekken. Maar we leven allemaal nog. Er zijn geen spullen weg. Alle deuren zaten goed op slot. Wat wil jij zeggen? De buren waren ook ongedeerd. Die zijn vanmorgen vroeg al vertrokken. Dus ik denk dat het allemaal wel mee viel. Maar ja, we zullen het nooit echt weten of het echt was of een droom. Het is in ieder geval met een sisser afgelopen. Dus we gaan even lekker ontbijten.
Even douchen. En, even zwemmen. Of even zwemmen. Er zit ook een zwembad hier. Of douchen en zwemmen. Of andersom. En dan gaan we die camper weer starten. Ja. Gaan we richting de kust. De zee opzoeken. Het is in ieder geval prachtig weer. Oh, lekker warm ook. Het is al 's ochtends vroeg, maar hartstikke warm. Dus je trui gaat uit. En, Meer krijgt zo nog even accordeonles. Daar gaan we weer een mooie dag van maken. Is het lekker warm, Lamero? Ja, ik voelde het net. Zo! Duwen jongens, duwen! Kom op, kom op! Ja, je bent al wel sterk. De politie iemand pakken. Nou, Lamero zat weer laag. Kijk, hij zit nu op 3.2. Dus we houden hem goed in de gaten, maar hij heeft al wat AA gedronken. Dus hopelijk kan hij zo weer lekker leuk meedoen. Hij probeert dat al wel, maar we moeten hem wel in de gaten houden nu. Even voor de mensen die niks van diabetes weten. Tussen de 4 en de 6 is een goede glucosewaarde. En dat is een normale waarde voor mensen die geen diabetes hebben. Maar tot de 10 is er eigenlijk ook nog niet zoveel aan de hand. Maar boven de 10 moet die worden worden gecorrigeerd, zeg maar. Dus dan gaat er insuline bij worden gespoten. Dat doet deze pomp zelf. En onder de 4 moet hij eigenlijk altijd eten of drinken. Ja, dus koolhydraten nemen of suikers. Als die maar gauw weer omhoog gaat. Want dat lage, daar voelt hij zich gelijk al niet lekker van. Hoog voelt hij iets minder snel aan. Maar ja, dan krijgt hij dus weer verzuring in zijn spieren. Gaat het sporten wat minder goed. En wordt hij wel een stuk sneller boos. Dus ja, het is nu we aan het filmen zijn met editen, zien we dus eigenlijk hoeveel we er toch mee bezig zijn. Terwijl het voor ons echt al een manier van leven is. Maar ik vind het wel echt best wel confronterend. Gewoon zielig dat het eigenlijk nog zo vaak iets met hem doet. Maar hij doet het heel goed. Ik ben heel trots op die jongen. En het is een ziekte waar je mee kan leven en dat is heel fijn. Maar je moet er wel aanpassen. En rekening mee houden. Niet alleen school gaat door voor Lamero, maar ook accordeonles. Ben je klaar voor het volgende avontuur? Zeker weten. Top, en door. Nou, hier is een camp aan het water, dus even kijken of de plek is. Sommige mensen doen dat ook maar wel, je kan ook niet zeggen. Maar gaan we eerst kijken of de plek is? Dan gaan we naar beneden, of wat? Ja, ik kan het toch wel proberen. De motor start niet, dus dan moeten ze diep. Wat een saai. Oh. De man van de receptie. Zouden wel bang zijn. Waarom hebben wij dit nou weer? Oh, kijk, dan race hem gewoon even naar de plek. En dan? Dat doet niks. Mama gaat even ANWB bellen, want de motor start niet. Ja, gelukkig heb ik mijn ANWB-lidmaatschap groter gemaakt voor hulp in EU. Dus gaan we even bellen. Ik ga even zoeken. Nou, dat was in Croatian. I don't speak that. Ja, geregeld. Als hij kijkt maar af, dan morgen gaaf overmorgen. Een trainingsdoeleinde worden gesprekken opgenomen. Belt u voor hulp of advies van de Wegenwacht in Nederland? Kies 1. Voor hulp in het buitenland.
buitenland, kies 2. Nou, hij doet het ineens weer. Ik zei, ik probeer nog één keer te tanken, want we wouden al... Eén keer te starten. Ja, probeer ja, te starten, bedoel ik. Maar het gekke eigenlijk, dat ik ANWB bel en ik heb pechhulp voor Europa en ineens is het niet voor de camper. Dus nou, daar ben ik een beetje mee opgelicht. Ik ga dat natuurlijk stopzetten, want hier heb ik niks aan. Hey, maar luister dan, hij moet daartussen of tevoren? Ja, hij moet daartussen. Ik kan nou, geen overeenkomende doden vinden. Wat? Wat? Rustig. Rustig. Geen overeenkomende doden. Nou, in ieder geval, het gaat goed ons rijtje, jullie merken het wel. Maar we staan wel op een prachtig plekje zometeen. En er staan ook Nederlanders lekker gezellig bij ons. Ja. Het was weer een avontuur en gelukkig met goede afloop. Tot nu toe. Morgen maar weer verder zien. Maar hier moeten we hem tussen pompen. Ja. Nou, we proberen in te parkeren, maar dat is wel krapjes. Dus het gaat perfect. Gelukkig willen de buren voor ons hem iets naar voren zetten. En de Nederlandse buren achter ons willen hem iets naar achter zetten. Dus dan kunnen we staan. Wat gaan we doen? Zwemmen! Oké, okay, zet je even je sportstand aan? Nee, op je pomp, want anders weet je het wel weer. Dan kunnen we zo meteen weer naar boven rennen. Mijn mama. Oh, kijk dat. Ja, jouw nieuwe mama bijna. Nu vindt ze je niet meer lief. Maar Mero, krijg je zo al die spierballen of zo van al dat sporten? Elias, wil je ook spierballen? Ja. Waar zijn jouw spierballen dan? Laat eens even zien. Oh! Hier zwemden toch haaien, mama? Nou, als er al haaien zijn, zitten ze helemaal daar in de zee. Een tentboot? Een tentboot. Kijk daar. Nou ja. Nou, doe maar eerst gewoon even normaal zwemmen, oké? Okay? Hier kan je wel lopen, voorzichtig gewoon. Ja. Hé, hey, daar staat Dennis ineens. Daar, bij die sportdingen, bij de... Oh, vleermuis! Wie zag die vleermuis? Ik zag hem al eens. Ja, ik ga nog een keer kijken of ik hem kan zien. Oh, daar zit hij gewoon. Oh, Mikado. Ja. Ja. Kan hij je bijten? Ja. Oh, oh! Batman! Nou, weg. Ik ga weg. Succes, Lamero. Daar in het water. Dennis, je hebt weer plakband. Hoor. Kan jij wel doen? Dat Lamero wil het heel graag. We waren ook een keer in Egypte. En dan elke keer houdt hij helemaal Dennis vast. Ja, ik ben wel trots op deze twee. Zondagochtend. Iedereen is aan het ontbijten. Nou, we filmen natuurlijk heel veel, dus Dennis' telefoon zit vol. Daar is die even druk mee. Dus die komt zo meteen pas eten. Nou, wij hebben een heel ander ritme als de rest van de campermensen. Want kijk, het is hier helemaal leeg. Ja, wij houden van uitslapen. Dat hoort toch voor ons bij vakantie. Dus dat doen we dan ook. Maar kijk. Dit is lekker wakker worden hoor, jongens. Kijk, jij doet dat. Nou, daar gaan we. Ja, wat een avontuur. Hoe was het snorkelen? Dat was gaaf. Heb je mooie vissen gezien? Ja, wel kleintjes. Een paar grote, maar ik dacht dat ik een mooie film aan het maken was. Maar ik op fotostand gezet. Komt er wat aan? Nee. Dus dat was mislukt helaas. Geen mooie video's. Daarna ging ik nog een keer kijken, proberen. Maar het zag wel een kleine film. We'll be right back.
We zijn aangekomen op de nieuwe camping. Het is echt een hele grote camping. Alles erop en eraan, zwembad, speeltuin, allerlei gekkigheid. Dus die kinderen die gaan zich goed vermaken hier. Zelf heb ik eigenlijk liever een iets kleiner plekje. Eigenlijk waar we vanochtend wakker werden. Gewoon lekker aan het water, lekker aan de kust. Maar we moeten natuurlijk ook even wat werken. En de nieuwe vlog gaan editen. Vera had even rondgekeken voor een plek waar goede wifi is. Nou, dat schijnt dat dat hier het geval is. Dus we gaan het zien. Ik zal de plek eens even laten zien. Tot aan die struiken, dat hoort er helemaal bij. We hebben van spanbandje Vera een waslijntje gemaakt. Want die is gelijk naar de wasmachine is gerend. Ja, ik kan hier zo meteen de was even drogen. Ja, het is een bizar grote plek. Zometeen gaat die was er dus hangen. En daarna we hebben een hangmat mee. Dus kan die er mooi tussen. Kun je nog wel een keer zien. Maar dit is top. Vera, Lamero en ik dachten even boodschappen te gaan doen. Want er zit een supermarkt hier op de camping. Maar die was om 4 uur al dicht. Ja. Het is nu 5:30. We gaan even verder kijken. We moeten nog wat verzinnen voor het avondeten. Maar we hebben ook al lekker een wasje erin. Ja. Hele grote wasmachines hier. Dus ik ben er super blij mee. Morgen lekker alle bedden goed in de was. Alles ja. Weer lekker schoon. Everything. Nou, het is gelukt. We hebben een winkeltje gevonden. Maar die was aardig leeg verkocht. Er was niet heel veel meer. We hebben toch een stukje vlees gevonden. Huh? Ja. Cordon bleu is er meer wel gek op. Vera gaat iets met rijst maken. De paprika's en gekkigheid. We hadden nog wraps in de camper liggen. Dus die gaan we even opmaken. En een stukje stokbrood erbij. Dan houdt het wel even vol. We gaan nog even een kleine wandeling maken. Kort. Ja. We zitten hier op zo'n groot park dat we even een rondje gaan doen. Maar overal zijn echt hele mooie beelden op dit park. Even kijken of we het zien. Kijk, een beeld. Ze bewegen ook iets. Als je langs loopt. Ah! Ja. Schrik mijn hoed, joh. Kijk, en onze ontdekkingstocht qua dieren houdt niet op. Hier hebben we een egeltje. Kijk, daar is die. Dat is geen bange egel. Hey, Vienna, kom zijn gezichtje kijken dan. Zag Vienna net. Hebben jullie ook al wel eens een egel in het echt gezien, jongens? Nee, die levend was. Jij wel dan. Kijk dan, hoe leek die? Deze met de luchtbom. Hij gaat nu met stekels in de fiets. Hij stilt de fiets, hoor. Kijk hoor, die kan wel. Gaat er niet doen. Nou, dat was leuk. Hebben we ook nog een ezel. Egel. Ezel. Een egel gezien. Ook een ezel. Egel gezien met onze nachtwandelingen. We noemen hem ezel. Hoeveel dieren hebben we al wel niet gezien deze weken? Ja, maar dieren die we Dennis. Niet zo vaak hebben gezien dan die egel. Dus hoeveel dieren hebben we al wel niet gezien? 1, 2, 3, 4, rond 30. Oh, echt al heel veel. En wat is je nieuwe dier wat je wil zien, Dennis? Ik wil nog wel dolfijnen spotten. Dolfijnen willen we nog spotten. Of schildpadden. Ja, dat wil ik ook wel zien. Schildpadden? Ja. Oh. Een haai. Gewoon een hamerhaai. Een hamerhaai, Dennis. Die kan jij wel vinden. Want jij gaat niet eens het water in, dus jij gaat hem niet zien. Nee. Ik ga op zoek met die snorkel. Ja. Hamerhaai. Dennis is een hamerhaai. Nou, Dennis is ook een beetje zo'n egeltje. Want die steekt ook af en toe met die stekels ineens van zich af. Is ook een beetje prikkelbaar, hè? Ja. Hallo, nou, je ziet het wel, bij onze camper hangt alleen maar was. En alles is aan het droog worden. Het is niet zo zonnig, dus ik hoop dat het een beetje snel gaat. Ik heb mama's snorkel en mijn bandjes. Oh, waar en ben je? Ik heb Dennis' snorkel en een bandje. Ja, we gaan toch even zwemmen met de kinderen, want ik was alles aan het opruimen en schoonmaken. En Dennis was dus aan het editen. Maar de jongens die willen zo graag iets doen. En Vienna alleen in het zwembad is nog geen optie. Dus we gaan even zwemmen, hè Vienna? Ja. En Eli. Lamero is al bij het zwembad. Oh ja, daar staat hij. Ja, maar hij neemt nu de slomer weg. Daar staat hij al te wachten. En vandaag gaan we lekker snorkelen. Let's go! Heb je helemaal rode brandjes van de snorkel? Zat die strak? Wat? Heb je wel onder water gekeken? Nee.
Je moet toch net eens door, kom joh. Even lekker een ijsje gehaald. Yummy, yummy. Ja, ze zijn best grote bollen. Bollen. Ja. Ze deed lekker. Ook met een hele andere schep dan in Nederland. Ja, hè? Ja, ze maakt er geen rondjes van, hè? Lekker ijsje. Nou, lopen we aan het strand van Kroatië. Geen idee wat voor zee het precies is. Maar het ziet er mooi uit. Even een rondje lopen met de jongens en Vienna. Om te kijken wat hier allemaal is. Veel zonnetje. Maar wel lekker weer. Het is zo'n 28 graden. Dus dat is top. Ja, nou, vanmorgen zei het weerbericht dat het zou regenen. Ja. Maar hebben wij regen gezien vandaag? Wat? Hebben we regen gezien vandaag? Nee. Nee, heel veel zon, hè? Ja. Je bent ook al 2 keer zo bruin geworden vandaag. Ja. Nee, kerneter. Ja. Huh? Wafels. Nou, het ziet er lekker uit. Het heeft een veel slechter dan. Kijk mij. Nou, eet smakelijk. Krijg hem. Om nom 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 nom. Hij is stom. Wie, de trein? Ja, die kunnen we erin. Weet je waarom die stopt, die trein? Ja. Wat dan? Zeg hem. Hij is helemaal geschrokken, die machinist, van jouw gezicht. En die van Elias, helemaal onder de chocola. Ga jullie gezichtjes maar wassen. Jij zit er ook onder, hè? Maar mogen we nog één snel stap in? Ik ben nooit. We gaan lekker naar de camping. Yes. We gaan weer lekker een hapje eten. We hebben zo'n kopbarbecue mee. Is echt een top dingetje. Je steekt een steen aan. Hij begint wel even flink te roken dan. Maar na een minuut of 2, 3 kun je bakken. Vera is een beetje de camper aan het schoonmaken. Again. We zitten weer in de camper, maar we zijn nog niet onderweg naar een nieuwe camping. Dat duurt niet zo lang meer. We gaan eerst even het afwaswater eruit laten. Gisteren zaten we in de auto naar de Lidl. En we vielen bijna allemaal om van de... Ja, het was echt zo'n vieze geur. Ja. En we hebben overal gekeken waar het vandaan kwam. Of er iets lag te rotten. Of... Ja, echt overal. Echt zo'n vieze eiergeur of zo, ja. En nu denken we dat het afwaswater is. Het zit er helemaal nog niet zo overdreven lang in. Maar misschien wat het hete weer, dat dat toch niet helemaal goed gaat. Ik hoop dat het is, want... Ja, ik dacht in eerste instantie iets met gas. Dus de gasflessen. Soms dan stinkt dat gas ook. Maar alles gecheckt en dat was het niet. Tenminste, denk ik. Waar zit dat hok? Hier? Ja. Ja, eentje verder. Ik zie, daar zie je het dak. Ja, het was gewoon echt, als we dat vandaag de hele rit, zodat we vandaag de hele rit moeten hebben, dat gaat niemand volhouden. Dus we gaan het nu eerst even leeg laten lopen, laten we de kraan even iets lopen, dat het gewoon echt die geur goed eruit is. En dan, hopen dat het is. Nog een uurtje, anderhalf inpakken en dan kunnen we gaan. Dus ik hoop echt dat het is, want het is niet normaal. Heb jij een scheetje gelaten? Nou, die van mij ruikt altijd naar bloemen, dus dat is het. Zo. Nou, de boel is aan het leeglopen. Gaat niet heel hard, maar het stroomt de put in. Ik ben benieuwd of dit het is. Ik vind dit niet overdreven erg stinken. Het is in ieder geval wel goed gekeurd door een salamander, want die zit er lekker van te drinken. Oh nee, hij gaat weer. Hij vond geen succes. Are you ready? Yes, uitcheck hoeft er niet meer. We hadden natuurlijk al betaald, dus het was allemaal in orde. We kunnen gas geven. Dit was de goedkoopste camping tot nu toe en een mooi plekje. Ja. Hoogseizoen is het 3 keer zo duur. Maar redelijk goede wifi. We hebben leuk gehad. Ja, we die vlog uploaden. En voor de kinderen was er genoeg te doen. Ja. Zo, we zijn aan het einde van de vlog en nog niet aan het einde van Kroatië.
Wij hebben deze vlog in tweeën gedeeld, dus jullie krijgen dit weekend nog een gedeelte van Kroatië te zien. Het werd gewoon anders veel te lang, dus jullie gaan daarin zien of misschien het dier wat Dennis nog wou zien, of we die gaan spotten. En misschien zijn jullie ook nog benieuwd of de geur uit de camper was verdwenen. Ja, die was verdwenen. Het was het afvalwater. Dus we doen geen afwas meer in de camper. Dan gaan we gewoon voor naar de sanitair gebouw. En de camper heeft geen startproblemen meer gehad, dus dat is heel fijn. Hij stond waarschijnlijk gewoon te scheef. Net iets te weinig diesel. En nou ja, wij gaan de vlog closen. Dat doet de deur dicht. En over close en deuren gesproken. Ben jij nou op zoek naar een stalen taasdeur, een stalen scharnierdeur of een stalen schuifdeur in je woning of in je kantoor? Ga eens even kijken bij Closed Doors in Barneveld. Ze hebben een prachtige showroom. Maar je kunt ook online op closeddoors.nl een online configurator invullen. En dan krijg je hele op maat gemaakte offerten. Ja. En je zei nog iets. Wat Close heeft voor tweezijdig hetzelfde aanzicht? Ja, het unieke aan Close, want er zijn natuurlijk heel veel stalen deurenboeren. Maar het unieke aan Close is dat je aan twee zijden eenzelfde aanzicht hebt met het eigen Close profiel. Dus ja, dat is zeker de moeite waard om een deur te nemen van Close. Ja, en wij hopen jullie weer te zien. Er zitten daar twee kleintjes bovenin. bij de volgende vlog, die dit weekend dus online komt. Yes. Doei. Doei.